Het verhaal van Amerikaanse vogelkers is tekenend voor wat er in een geglobaliseerde wereld met plantensoorten kan gebeuren. We ondergaan continu invloed van die globalisering. Van Amerikaanse vogelkers is de voorgeschiedenis goed gekend. Ze was al langer beperkt aanwezig in kasteeltuinen en werd een goede 100 jaar geleden beperkt aangeplant omwille van vermeende mogelijkheden voor de houtproductie. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd ze massaal ondergeplant in dennenbossen omwille van vermeende bodemverbeterende werking, bodembedekking en wilddekking. Van daaruit begon ze zich massaal te verbreiden. Vandaag de dag heeft de soort een belangrijke impact op het halen van beheerdoelstellingen binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn. Het aantal mogelijke strategieën bij het behoud van open plekken, de omvorming van naaldhout naar een hoger aandeel inheemse loofhout en het werken met natuurlijke verjonging is beperkt en het duurt veel langer vooraleer die doelstellingen kunnen bereikt worden. In bossen is er een zekere impact op de diversiteit van de kruidlaag. Verbreiding van de soort gebeurt vooral in de richting van natuur met hoge structuurdiversiteit. En een aantal instandhoudingsdoelstellingen van het Europese Natura 2000-netwerk komen in het gedrang. Een verklaring hoe het zover kon komen, kan gevonden worden in de ecologie van de soort en in de manier waarop we onze bossen beheerd hebben. Laat ons eerst naar de ecologie van de soort kijken. We bekijken eerst de levensgeschiedenis van één plant, van zaad tot volwassen boom. Bomen en struiken produceren veel zaad, maar er is ook zeer veel variatie. Als we er toch een gemiddelde moeten opplakken, dan zouden we kunnen zeggen dat er per boom ruwweg 7000 zaden op de grond vallen. Dat zijn er dus veel, maar ze zijn niet allemaal kiemkrachtig. Ook hier variëren de cijfers sterk. Soms is minder dan 10% kiemkrachtig, soms meer dan de helft. Waarom zijn sommige zaden niet kiemkrachtig? Er zijn verschillende oorzaken. In een deel van de zaden wordt bijvoorbeeld geen embryo gevormd. Van een ander deel worden de zaadlobben opgegeten door muizen. Nog een ander deel wordt door de kersenpitkever aangetast. Op vochtige standplaatsen worden de zaden vaak door schimmels aangetast. En dan zijn er ook nog een paar soorten vogels die de vruchten eten waarbij de zaden in hun krop worden kapotgemalen. Niet alle zaden die kiemkrachtig zijn en op de bodem terechtkomen, kiemen. Ook hier variëren de cijfers. Soms kiem bijna niks, soms meer dan 70%. De zaden kiemen vanaf eind april tot begin september met een piek in mei. De meeste zaden blijven 2 jaar kiemkrachtig. Een heel beperkt deel kan 4 jaar nadat het van de boom viel nog kiemen. Uit laboratoriumproeven van boomkwekerijen in de Verenigde Staten weten we dat zaad enkel kiemt als het een aantal behandelingen onderging. Het zaad moet eerst gedroogd worden en nadien minstens 4 maanden in een koude, vochtige, maar niet te natte omgeving gelegen hebben. In de natuur gebeurt dit doordat de vruchten, nadat ze rijp zijn, nog een tijdje aan de takken blijven hangen drogen en dan op de grond tussen bladstrooisen vallen en zo de winter doorkomen. Op te natte of te droge standplaatsen kiemen de zaden niet goed. Nadat de zaden gekiemd zijn, teert het plantje een kleine 2 jaar op de reserves in de zaadlobben. Je kan dan ook jonge plantjes vinden op donkere plaatsen waar weinig andere planten overleven. Rond de leeftijd van 3 jaar moet de plant volledig zelf instaan voor zijn voedselvoorziening via fotosynthese en de opname van voedingsstoffen via de wortels. Als er vanaf nu te weinig licht is, sterft de plant af. Vanaf dat er meer dan ruwweg 10% van vol daglicht beschikbaar is, kan de plant overleven. Een plant van ongeveer 4 jaar oud is een plant die het gehaald heeft. Maar vanaf nu volgt een intense strijd met de buren om te overleven. De strategie die ze volgen is afhankelijk van de hoeveelheid licht die ze krijgen. Op plaatsen waar er veel licht is, groeien ze tot een halve meter per jaar in de hoogte. Op plaatsen met weinig licht volgen ze de Oscar-strategie, genoemd naar Oscar, een jongetje uit de roman De Blikkentrommel van Günter Grass, dat weigerde op te groeien zolang de wereld niet beter werd. Want dat is ook wat onze Amerikaanse Oscars doen. Ze groeien bijna niet en blijven geduldig wachten en kunnen zo een goede 10 jaar overleven. Maar als er intussen tijd ooit vlakbij een boom afsterft of een storm passeert en ze plots wel licht krijgen, beginnen ze opnieuw te groeien en produceren ze zaad. De nieuwe zaailingen kunnen dan wel in een betere wereld opgroeien.
De planten die opgroeien waar er veel licht is, volgen een soort Formule 1-strategie. Ze groeien tot een halve meter per jaar omhoog en vanaf de leeftijd van 5 jaar is er een deel van de populatie die al zaad voortbrengt. En die dubbele strategie zet zich verder. Op plaatsen met veel licht brengt tegen de leeftijd van 7 jaar bijna elk boompje zaad voort. Op plaatsen met weinig licht is er nauwelijks zaadproductie. We hebben één boom doorheen de tijd bekeken. Laten we nu eens kijken wat er ruimtelijk gebeurt. Hoe gebeurt de verbreiding van nieuwe zaailingen van één moederboom? De overgrote meerderheid, meer dan 75% van alle vruchten die aan een boom hangen, valt niet verder dan een goede 5 meter van een moederboom. De overgrote meerderheid van de overige vruchten worden door vogels opgegeten. Dus ongeveer 95% van alle vruchten die niet door vogels worden opgegeten, vallen niet verder dan een goede 5 meter van de moederboom. Er zijn minstens 18 soorten vogels die de vruchten van Amerikaanse vogelkers graag eten. Zij verspreiden de zaden via hun uitwerpselen. In gesloten bosbestanden hebben de meeste vogels de neiging om niet dieper dan 25 meter van de bestandsrand te vliegen naar een roestplaats. Ze kiezen vooral de omgeving van kleine open plekken. En dat zijn dus net de plaatsen waar er voor de zaailingen van Amerikaanse vogelkers wat meer licht is. Langs hagen en houtkanten zijn het vooral grote bomen en kruisingen van hagen die als roestplaats dienen. Daar vliegen de vogels gemiddeld een 100 meter ver. Ook hier worden de zaden dus verspreid naar de plaatsen met de meeste structuurdiversiteit. En dan blijft er nog een heel beperkt deel van de zaden over. Die worden onder andere door zoogdieren gegeten. Vossen zijn er bijvoorbeeld verlekkerd op. In elke vossenpopulatie komen een paar zwervers voor die tot een paar kilometer ver kunnen lopen. Op de onderste foto zie je allemaal kiemplantjes die uit één vossenkeutel groeien. Tot nu toe hebben we alleen maar naar Amerikaanse vogelkers gekeken, zijn levenscyclus en zijn verbreiding vanaf de moederboom. Laten we nu eens kijken hoe hij zich gedraagt ten aanzien van andere boomsoorten als hij in een bos opgroeit. Iedereen heeft wel al eens gehoord dat er lichtboomsoorten en schaduwboomsoorten bestaan. In realiteit zijn er allerlei overhangen. De cijfertjes in de oranje vakjes zijn een indicatie van de optimale hoeveelheid licht die een bepaalde boomsoort nodig heeft om goed te groeien. De groene balkjes geven een spreiding aan tussen een absolute minimum en een absolute maximum. Soorten met een balkje links in de grafiek hebben veel licht nodig om goed te groeien. Soorten met een balkje rechts net heel weinig. Soorten met een balkje rechts kunnen in de schaduw van een soort met een balkje links goed overleven en groeien. Omgekeerd niet. Een beuk kan onder gewone dennen groeien. Dennen kunnen onder een ijlbeukenbestand overleven, maar niet onder een gesloten beukenbos. De schaduwtolerantie van Amerikaanse vogelkers wordt voorgesteld door het gele bakje. Dit overlapt met de balkjes van zomereik, lijsterbes, spork en berk. We kunnen een lang verhaal kort maken door de verschillen in beschikbaar licht voor Amerikaanse vogelkers voor te stellen als vensters. Uit de verhalen over de levenscyclus en de verbreiding vanaf de moederboom weten we dat op plaatsen of tijdens periodes waar er veel licht is, Amerikaanse vogelkers snel groeit, snel veel zaad krijgt en zich gemakkelijk kan uitbreiden. Dit is niet het geval wanneer er weinig licht beschikbaar is. Maar we weten ook dat een groot deel van de zaden niet kiemt. Zaden kiemen enkel onder bepaalde omstandigheden. De meeste zaden kiemen in de buurt van de moederboom. De soort groeit enkel goed als er veel licht beschikbaar is. En er is heel wat competitie met andere soorten. Het invasief karakter van de soort is dus relatief. De problemen stellen zich vooral als de soort massaal aanwezig is. Zelfs als er maar weinig planten overleven, dan is een beetje van heel heel veel nog altijd heel veel. Veel Amerikaanse vogelkers en open invasievensters, dat is nu net waar we de afgelopen 60 jaar zelf voor gezorgd hebben. We hebben hem een kleine 20 jaar lang massaal aangeplant. Op veel plaatsen werd en wordt een beheer gevoerd waarin bossen regelmatig opengekapt worden. Bladeren van Amerikaanse vogelkers zijn giftig. Op de meeste plaatsen in Vlaanderen is de wilddruk hoog. Reeën eten vooral andere loofboomsoorten en helpen zo de Amerikaanse vogelkers.
in het bijzonder op zandbodems waar maar weinig andere loofboomsoorten aanwezig zijn. En dan gebruikt de soort nog een andere strategie, waardoor je ze niet zomaar kwijtraakt door gewoon te kappen. Als je hem kapt, of als jonge boompjes afsterven omdat ze de strijd om licht verloren hebben, dan kunnen ze nog altijd vanuit opslag terug binnen groeien. Dit noemt de Alice-strategie, genoemd naar Alice in Wonderland, maar dat wel de originele, die toen ze in een konijnenpijp viel, een drankje dronk en zo klein werd dat ze door een deurtje kon. De combinatie van dit alles zorgde ervoor dat de soort zich invasief begon te gedragen. De twee belangrijkste oorzaken zijn dus de massale aanplanting en de aanwezigheid van veel licht. En dit gebeurde in het dekzandgebied. Op rijkere bodems is er te veel concurrentie van andere soorten. Wat hebben we nu dus geleerd en hoe kunnen we dit in praktijk gebruiken? Ten eerste, bestrijden, in de betekenis van de soort volledig uitroeien, is gewoon onmogelijk. Bestrijden, in de betekenis van de soort voldoende lang systematisch benadelen, zodat andere soorten de bovenhand halen en we beheerdoelstellingen kunnen realiseren, is wel mogelijk. Het kan zinvol zijn om de soort ergens zoveel mogelijk te verwijderen. Zo verminder je de zaaddruk. De invasie vertrekt immers vanuit plaatsen waar de soort massaal aanwezig is. Het kan zinvol zijn om ergens het invasievenster gesloten te houden. Op die manier wordt de soort over lange termijn weggeconcurreerd. Betekent dit dat we moeten kiezen voor het een of het ander? Betekent dit dat de manier waarop we de afgelopen 20 jaar Amerikaanse vogelkers hebben bestreden verkeerd was? Dit is bijvoorbeeld een typisch beeld van een dennenbestand kort nadat een hoofdbehandeling van Amerikaanse vogelkers is gebeurd. Er waren andere mogelijkheden en je kan discussiëren wat de beste keuze was. We kijken van op dezelfde plek 90 graden naar links en we zien venherstel en een verbindingscorridor. Bestrijden hier was dus op lange termijn gezien de enige duurzame optie. Je kan vandaag de dag het beheer van bos en open natuur niet meer als iets apart bekijken. Ik probeer alles in een schema samen te vatten. Dit heeft het voordeel dat het de zaak overzichtelijk maakt, maar hou er rekening mee dat de werkelijkheid altijd complexer is. Je zou kunnen zeggen dat er twee zinvolle strategieën bestaan. Ofwel verminder je de zaaddruk, omdat verbreiding vooral gebeurt vanuit plaatsen waar Amerikaanse vogelkers massaal aanwezig is. Dit betekent dus bestrijden door verwijderen. Ofwel hou je het invasievenster gesloten. Zorg voor competitie met andere soorten tegen de welke ze het op termijn aflegt en maak je bossen donker zodat er maar weinig vers zaad gemaakt wordt. Binnen die twee strategieën zijn er telkens twee varianten. Heb je controle over het beheer van een oppervlakte van een paar honderd hectare en heb je ook open natuur en eile bossen in je beheerdoelstelling opgenomen, dan is de klassieke bestrijding waarbij je eerst een hoofdbehandeling uitvoert, gevolgd door een nabehandeling en verdere nazorg, een zinvolle keuze. Je moet dit 20 tot 30 jaar volhouden en je krijgt complexen van bos en open natuur waar er sporadisch nog wel wat Amerikaanse vogelkers staat, maar die is niet invasief meer. Hij zal geen grote oppervlakte meer opnieuw inpalmen. Wel blijft hij pleksgewijs competitief. De aanpak werkt en resultaten van 20 jaar beheer zijn te zien in onder andere het pijnven, ravels en gruitroderheide. Beheer je slechts een kleine oppervlakte, dan is het een zinvolle strategie om Amerikaanse vogelkers systematisch te benadelen ten voordele van andere aanwezige boomsoorten. Concreet kan je bijvoorbeeld jaarlijks alle exemplaren van Amerikaanse vogelkers rondom een zaailing van berk of eik uittrekken of afknippen en tijdens de bloei ook alle bloeiende takken van Amerikaanse vogelkers afknippen. Hier wordt al een kleine 10 jaar mee geëxperimenteerd in privébossen in de Antwerpse Kempen. Na verloop van tijd krijg je bossen met nog veel Amerikaanse vogelkers in de onderetage, maar de gewenste boomsoorten zijn tot in de bovenetage geraakt. In gemengde structuurrijke bossen op rijkere bodems, waar weinig Amerikaanse vogelkers voorkomt, moet je niet bang zijn dat Amerikaanse vogelkers invasief wordt. Je kan er de bossen verder beheren richting gemengde ongelijkjarige bossen. Die bossen zijn dan weerbaar tegen invasieve exoten. In gesloten bossen waar veel Amerikaanse vogelkers voorkomt, kan je ook schaduwboomsoorten inplanten die voor extra competitie zorgen. In theorie start je dan een proces op waarbij Amerikaanse vogelkers op lange termijn uit zijn dominante positie wordt weggeconcurreerd. Voor zeer grote en zeer kleine oppervlaktes kan je recepten toepassen waarvan bewezen is dat ze werken.
Voor oppervlaktes van enkele tientallen hectare ingebed in een boscomplex met veel Amerikaanse vogelkers is dit niet het geval. Daar moet je dus steeds een afweging maken om in te grijpen op basis van kennis van de ecologie van de soort, omgeving, beheerdoelstelling en opportuniteiten. We hebben in Vlaanderen ondertussen 20 jaar ervaring met een planmatige aanpak van Amerikaanse vogelkers en we hebben door recent onderzoek veel bijgeleerd over de ecologie van de soort. We beginnen dus een goed zicht te hebben op welke strategieën zinvol zijn en resultaten opleveren. ANB Limburg heeft op basis daarvan een analyse gemaakt van zijn terreinen in beheer. Er is ondertussen ongeveer 4000 hectare waar de doelstelling bereikt is. De rest van de oppervlakte is ingedeeld met verschillende prioriteiten. Het beschikbare budget wordt eerst voor prioriteit 1 gebieden gebruikt. In prioriteit 3 en 4 gebieden zal er dus de facto geen of uitzonderlijk heel weinig bestrijding gebeuren. Ook het regionaal landschap Hoge Kempen heeft een prioriteitenplan en bij de bosgroepen wordt er minstens over nagedacht. Het is nu een kwestie om die plannen samen te leggen en op elkaar af te stemmen. Deze PowerPoint is een korte samenvatting van een uitgebreide rapport. Het rapport kan je gratis downloaden op de vermelde link.